Ja, het initiatief is eigenlijk al een hele poos teruggemaakt. Bij de opzet van het hospice hier in Suriname, de Horizon, is er altijd een tekort aan financiën. Of eigenlijk is het zo dat iedereen die opgenomen kan en wil worden in het hospice, die moet dat betalen. En dat is dus niet voor iedereen weggelegd. En vanuit die gedachte dat dat eigenlijk niet kan, zijn we begonnen met te denken, wat kunnen we nou doen om financiën binnen te halen, zodat iedereen in dat hospice opgenomen kan worden. En van daaruit is die steptocht ontstaan. We hebben 3 jaar geleden zijn we vanuit Haarlem in Nederland naar Santiago de Compostela gestept. En daar hebben we een heel groot bedrag opgehaald. En toen dachten we, nou, de bodem van de schatkist, zeg maar, is weer een beetje leeg aan het worden. Dus er moest een nieuwe actie komen. En toen dachten we, waarom gaan we niet heel dicht bij de bron een actie doen? En dat zou betekenen dat we dat hier in Suriname zouden doen. Een steptocht. Eigenlijk is het zo in Suriname dat mensen een hospice niet kennen. Een hospice kennen we hier in Suriname niet en zo. Maar de behoefte is groot. En de bekendheid te geven is ook weer een punt. Want wie gaat er nou in een hospice sterven? Het woord is al beladen. Maar toch bestaat die behoefte voor mensen die vaak ook alleen wonen, om ergens waardig afscheid te kunnen nemen. En vandaar dat we gedacht hebben van, kom, laten we kijken hoe dat anders kan. Een huis bouwen waar mensen op een waardige manier afscheid kunnen nemen van hun naasten en hun dierbaren. En je weet het, sterven is sowieso al beladen, maar op een waardige manier is toch wel iets wat wij ook hier in Suriname nodig hebben. De financiën is echt een probleem, omdat mensen dat zelf dan moeten betalen. Er is maar een kleine groep waarvoor de zorg vergoed wordt. En de meeste mensen hebben niet de financiële middelen om dit te betalen. Ongeveer 25 euro per dag. Dus dat is best veel geld. Dus die steptocht, daar hebben we dus posters van gemaakt. We hebben posters uitgedeeld. We zijn tijdens de steptocht bij allerlei instellingen langs gegaan om te vertellen wat is een hospice en wat kun je daar, wat kan dat betekenen voor je zieke partner. En zo zijn mensen toch, toch wel een beetje geroerd door het feit dat wij daar in die hitte van Albina naar Paramaribo stepten. We zijn ook regelmatig een beetje voor gek verklaard, maar goed. Is er geld opgehaald? Er is geld opgehaald. Ook onderweg zijn heel veel mensen die gezegd hebben, ik ga doneren. En ik weet op dit moment niet precies wat er binnen is gekomen, maar sowieso 3500 euro. En wat is het streefbedrag? 5000. Eigenlijk vind ik dat het hospice bij onze ziektekostenverzekering, het had moeten linken dat onze ziektekostenverzekering dat zou moeten kunnen opbrengen. Helaas is dat niet zo. Dus wat zij doen is super tof. Want ik zeg het je eerlijk, Mino Bomang, in deze mama faya song. Ik vind het een geweldig initiatief. Maar desalniettemin, als je dit ziet, dan zeg ik van mensen, help ons land. En geef als je kan aan het hospice, zodat we onze mensen die dat niet kunnen betalen, om die een helpende hand toe te reiken. En met dit initiatief, die step in su, tot een groot succes te maken. We hebben het echt nodig. Ja.